meisje, oh, en ze wordt zwaar. Ze wordt zwaar, joh, deze dame wordt zwaar. Nou, lieve vrienden, dan zijn we tegenover de campagne, zo heet dat daar. Ja, lieve vrienden, we zijn helaas aan de waterkant dat ik begin te vloggen. Het is 4:05, maar dat boeit allemaal lekker niet. Nee, ik wens jullie wel weer een welkom bij een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, Ewen die zit weer te smikkelen. Rijka had ze er net weer aan het smikkelen geweest. Kandolf heeft weer wat van mij gehad in de gang. Dus ja, ze gaan allemaal lekker goed. Zeker weten, ze zijn al lekker buiten geweest en aan ravotten geweest en aan het doen. Rijka die mag graag met Kandel spelen en tot mijn grote verbazing, ik werd vannacht wakker. Ik was een beetje te verbaasd. Ik heb me niet eens met elkaar mijn telefoon gepakt om dat te filmen. Maar Rijka en Ewen die lagen tegen elkaar aan. Ja, net zoals wat ze met Frodo deed, kont tegen kont, lagen ze zo op bed. Ja, tegen, en weer tegen mij ook aan, hè. En dat bovenop het dekbed. Ja, hè, meisje, oh, en ze wordt zwaar. Ze wordt zwaar, joh, deze dame wordt zwaar. Hè, jij nou? Joh, je wordt zwaar, hè. Ja, je wordt zwaar. En ze heeft vanochtend ook een tik op de neus gehad, want ze deed mij pijn. Ze beet in mijn oor waar ik die kerstknopjes allemaal nog in had. Dat doet zeer. Ja, dus tik op de neus, afleren, punt. Maar voor de rest, het is een schatje. Ja, af en toe doet ze dingen wat niet mag en dan krijgt ze gewoon een tik voor op de neusje. Moet ze er maar vanaf blijven, of het is even... Want er is ook al genoeg bij een hoop gevallen zo. Zoals kuilen graven in de tuin. Nou, doet ze maar heel ergens anders, maar niet in mijn tuin. Maar ja, straf ik op afstand, krijg ze niet een tik voor niks. Nee, maar als zij mij bijt, dan is het een tik op de neus. Hé, schobbejakkie? Wil er in de kamer in? Hé, hoor je dat? Kandolf. Kandolf wil er binnen. Ja. Even kan wel. Even kan wel. Oh, je bent inderdaad nog groter en hoger dan Kandolf is. Ja, ze is hoger nu. Ze was eerst net zo laag als Kandolf, maar nu is ze flink gegroeid omhoog. Ja, je wilt nog naar buiten, hè? Ja, ik zie het, ik merk het. Oké, nou, we gaan de Kandolf even buiten laten. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is vreemd weer, regen, zon, bewolking, harde wind, noem maar op. Ik hoop dat het vanavond wel droog is, zodat we kunnen kijken in het centrum bij al die mooie dingen. Ja. Maar ik ben bang voor niet, want ze hadden het er gisteravond gezegd dat de eerste 24 uur moet je paraplu meenemen. Nou, die hek niet eens, dus dan gaat het hem ook niet worden. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze van alles met wat jullie doen gaan en ik zie jullie later. Ja, lieve vrienden, het is net 5:00 geweest. Ik ga me klaarmaken, het is droog. Ik ga me klaarmaken om even door de stad en over de Oude Rijkswerf te gaan. En we zullen het beleven natuurlijk. Ik zat ook te denken om een GoPro mee te nemen, maar ach, de route, dat weten jullie zo langzamerhand wel. Het gaat mij dus enkel om die mooie dingen. Ja, dat gaan we gewoon eens even beleven. Ja, ik weet dat ik eerst... een kant op moet. Je moet niet eerst de Rijkswerf, want dat kan niet. Ook vanwege dat de boel hier nog afgesloten is. Ik moet eerst richting het centrum, dan als het ware het centrum uit. En ik moet aan de overkant staan, anders kan ik dat weer niet filmen. Is mij verteld. Maar oké, dat merk ik wel. We zien het wel.
We maken er een feestje van. Rijke gaat mee, uiteraard. Gaat mijn meisje mee. Ja, mijn grote vriendin. Dus het duurt even voordat we vertrekken. Want ja, ik moet onder de wc, jas aan. Ik moet me warm aankleden. Want het is niet bepaald warm. Dus ik zet er hier een speld op of zo even, dat het dicht is. Gewoon een veiligheidsspeld of zo even. Ja, waarom ook niet, hè? En even naar de wc. Jassen pakken, ook voor een jasje pakken. Oh god, ik heb een bad. Kan je het zien? Ja, en toen kon je er niet bij, want ze springen bovenop een stoel. Ha, ha. Ja. Hé, hey, meisje. Hé, hey, mijn meisje. Je bent net Becky. Ja, je hebt net water gedronken. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks. Ik laat jullie natuurlijk genieten. Ja, tot dan. Nou is het ook wel net zeggen, kijk lieve vrienden. Oh, het waait hier als een raket. Maar ja, hier staat het allemaal en nog wat erop. Ik kan die eentje lezen. Maar het is de bibliotheek van een helder. Ja, want ja, ik rijd er langs. Ik ga niet naar de overkant, dat is mijn... Wij zitten een schat. Ja, dat zei ik dus tegen Rijka. Want die zit een ander hondje. Allemaal de razende bol en weet ik zitten blijven, hè? Kijk, daar is ze, de kleine meid. Ik zal weer even uitzoomen trouwens. Zo, want ik had ingezoomd. En dat kan ik niet. Waar ben je nou? Daar is ze. Klein hoopje. Maar we rijden even verder. Het is hier een stoelbrand. Even kijken, hier eraf, dat kan. Zitten blijven, schat. Het is de beste bibliotheek van heel Nederland, geloof ik, de wereld, weet ik veel. En ik hoop dat jullie me horen. Ik maak geen reclame, want ik word er niet voor gesponsord. Oh, wat is het koud! En kijk daar. Oh, oh, oh. Ik moet nou toch wel naar de overkant, hoor. Anders zien we dat daar niet. Ik ruim jullie zo meteen ook weer even op. Want het is echt koud met mijn handschoenen aan. Kijk eens. Nou, we rijden er gewoon naartoe, weet je. Dat is mooi, hè? En langs het hele kanaal, daar ligt nog meer van de allemaal verlichtende bootjes. Deze voorste is uit. Dat vind ik heel jammer. Maar daar op de Reddingsmuseum, daar hebben ze ook van alles erop gedaan. Ik weet niet wat dat is. Maar ja, ik weet het even niet. We moeten toch wel naar de overkant, want anders zie je dat niet goed. Oké, ik doe jullie even uit, want ik moet via verkeerslichten en al. Dus even een moment geduld ervoor. Nou, lieve vrienden, dan zijn we tegenover de campagne, zo heet dat daar. Dus een restaurant of weet ik wel wat, een uitgaansgelegenheid in ieder geval. Nee, de bioscoop. Ja, nou ja, uitgaansgelegenheid, ja. Het is een theater. Maar in ieder geval, jullie zien hoe mooi dat is gedaan. En dan weet ik, waar ik zoveel problemen mee had, dat ik met Rijka naar de dierenarts moest. Dat het hier vol stond. Want ik ben net een zwart kastje voorbij gegaan. En daar staat zo'n hele 3D-camera in. Ja. Dus, nou ja, is toch prachtig. En daar had ik ook van de week al problemen mee. Dat ik naar de huisarts moest om die kerstkaarten weg te brengen, et cetera, samen met Rijka. Ja, het is echt grandioos. Ja, ja.
Echt mooi. Hoe ze dat gefixt hebben. Toch? Ja. Nou. Wat dat is, wat daarvoor ligt, is, weet ik niet. Nee, nog andere. Een toren ook van een boot, of weet ik veel. Ik heb me niet herinneren dat daar wat ligt. Maar ja, oké, maakt niet uit. Misschien een kraan of zo. Maar ik vind het prachtig. Ja, toch? Nou, dan gaan we verder op zoek. Dus ik zeg, hou jullie maar vast. Ja. We gaan naar de watertoren toe. Nou, en hier hebben we dan de ijsbaan van de Helder. Het is een lang apparaat. Ja, en het gaat in een rondje. Voorheen hadden we hem ergens anders staan. En toen vond ik het zelf gezelliger, want er was een kantine bij die op het net warm wordt. En dat is er nu niet bij. Nee. Dat vind ik heel erg jammer. Kom dan, het waait als een raket. Echt, en kijk. Ik weet niet of jullie dat zien in de lucht. Nee, dat wordt niet gezien. Maar ik zie allemaal stralen. En ik denk zomaar dat het bij de watertoren vandaan komt. Ja, wie ben ik? Maar oké, we gaan die kant weer op. Rijka is een van de booster af. Die zet mijn kant in. Ik zo. Even ruiken, moet kunnen. Maar oké, we gaan die kant op. Ja, ik heb mijn kerstboompje zelf ook aan. Leuk. Dus ja, we gaan gewoon die kant eens verder op. Tot zo. Joyful.